Een tijdje in. De serie gaat langzamerhand naar zijn einde toe. We gaan nog twee preken stilstaan bij hoofdstuk 20, waar we mee bezig zijn. En daarna gaan we nog een paar weken naar hoofdstuk 22. En dan is de serie ook voorlopig, in ieder geval, afgelopen. We gaan eerst naar openbaar in 20, waar we gebleven zijn. Nou, en nog even de situatie schetsen, uh, op welk punt we zitten. We zijn bij de grote witte troon van God, oftewel van Christus. Dat maakt niet uit, voor mij maakt dat niet uit. Uh, kortom, we zitten hier inmiddels op de jongste dag, uh, de uiterste dag, de laatste dag. De Statenvertaling heeft daar verschillende uitdrukkingen voor. Uh, dat is de laatste dag, om het zo te zeggen, van de oude schepping. Op die jongste dag hebben we gelezen zullen de levenden en de doden groot en klein staan voor God om geoordeeld te worden, maar ook de oude aarde en de oude hemelen zullen op die dag geoordeeld worden en verdwijnen. En dan zal er ook een nieuwe aarde komen en nieuwe hemelen en dan zitten we dus in de nieuwe schepping, voor altijd in de nieuwe schepping en wij zijn daar ook bij en behoren daar ook toe. Maar hier zitten we. We gaan naar vers 13. Zitten we op het moment bij die grote witte troon van Christus. En er gebeurt van alles, hè? Er gebeurt van alles. We hebben dat ook al besproken. En hier lezen we ook van alles in vers 13. En laat ik dat eerst maar lezen met jullie. En de zee gaf de doden die in haar waren. En de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld. Een igelijk naar hun werken. We hebben gezien in het visioen, er worden boeken geopend. Niet letterlijk. Maar het heeft te maken met dat God waarachtig en zuiver en eerlijk oordeelt. Want het is als het ware opgeschreven. Er is aangifte gedaan. Het staat zwart op wit. En op grond daarvan wordt men geoordeeld en beoordeeld. Na de werken, onder andere. Lees ook nog even vers 14. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. Nou vers 14, daar kom ik denk ik niet aan toe vanmorgen, dus dat wordt volgende week. Maar daar is natuurlijk, staat iets opvallends. In vers 14. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. De hel wordt geworpen in de poel des vuurs. Daar klopt iets niet. De hel is toch de uiterste straf voor mensen die de heer Jezus niet kennen. Is het dan nog een poel des vuurs, wat nog erger is, waar dan die hel ingeworpen wordt. Dus u ziet, er is wat mee en u zult dat vanmorgen ook al een beetje meekrijgen aan de hand van vers 13. Want ook daar wordt gezegd, en de dood en de hel gaven de doden. Ik geloof dat er nog helemaal geen hel is. En als er een hel is, is die nog leeg. Er is wel een dood, maar goed, daar komen we zo meteen nog even op. Aan de laatste zin, namelijk, en ze werden geoordeeld en naar hun werken, heb ik niets meer toe te voegen. Daar is voldoende over gesproken de afgelopen weken. Dat bovendien de doden die voor God staan, blijkbaar opgewekt zijn geworden, hoeven we ook vanmorgen niets over te zeggen. Dat is ook al genoemd en uitgelegd. Daarom is het belang van vers 13. Alleen nog maar gelegen in de uitdrukkingen de zee, de dood en de hel. Dat er doden zijn is al genoemd. Hebben we het al over gehad. Dat ze geoordeeld worden naar hun werken hebben we ook al besproken in het voorgaande vers. En dus is hier wat mij betreft alleen nog sprake van waar die doden dan vandaan komen. En het staat er namelijk uit de zee, de dood en de hel. Nou Anne, dan zijn er dus blijkbaar wel doden in de hel vandaag. Kom ik zo even op. Het gaat hier om drie zelfstandige naamwoorden. Even een beetje technisch hoor. De zee, de dood, de hel. Maar als we vers 13 goed met elkaar lezen. blijken er maar twee werkwoorden te staan. En dan ook nog dezelfde. Er staat, ik lees nog een keer: En de zee gaf. werkwoord geven. gaf de doden die in haar waren. En de dood en de hel. tweede keer het werkwoord, hetzelfde werkwoord. gaven de doden die in hen waren. Dit zijn twee gelijke zinnen. Ik leg het toch uit, omdat het belangrijk is voor een goed begrip van deze zaken. Waarom staat er niet dat de zee de doden gaf die in haar waren? Dat de dood de doden gaf die in haar waren? En dat de hel de doden gaf die in haar waren? Dat staat er niet. Er staat dat de zee de doden gaf die in haar waren en de dood en de hel gaven de doden die in hem waren. En waarom staat dat er zo? Omdat het hier niet om drie verschillende dingen gaat. Namelijk we hebben de zee, we hebben de dood en we hebben de hel. Dat is het niet. Het gaat maar om twee dingen in dit vers. Er is daarom twee keer sprake van dat de doden gegeven worden. Nogmaals, niet drie keer. Als het drie verschillende dingen waren, had ook drie keer dat werkwoord geven er moeten staan. Het staat er twee keer. Twee keer is er sprake dat doden gegeven worden, namelijk één keer uit de zee en de andere keer uit de dood en de hel. En dat staat er niet zomaar. Want daar gaat het juist om. Er worden maar twee dingen uiteindelijk genoemd. Hoewel er drie woorden staan, dat is een beetje het probleem hoe wij vaak lezen, ook, ook in het Nederlands, hoe we boeken soms lezen. Zee. Dood en hel. Maar het zijn twee dingen hier in de Bijbel. Namelijk de zee aan de ene kant en de dood en de hel aan de andere kant. En dit principe komen we vaker in de Bijbel tegen. En daar heb ik toch een paar voorbeelden van. Namelijk dat er verschillende woorden gebruikt worden in de Bijbel... voor één en hetzelfde. Ik ga even met jullie naar... Ik doe even mijn wijzetje bij openbaring. Even naar Efeze 4. Gewoon even laten zien en aantonen, tenminste... Ik hoop dat ik dat voor u doe. Efeze 4, vers 11. Ik heb dat in het verleden volgens mij wel eens aangehaald. Maar in verband met een begrip van Bijbelse zinnen en woorden. Uh, lees ik het toch nog een keer. En dezelfde heeft gegeven. Moet goed lezen, hè? Het is dus hetzelfde principe als met die zee, die doden en die hel. En de Zelf heeft gegeven sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten... en sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Hier staat niet dat de Heer sommigen tot herders en sommigen tot leraars heeft gegeven. Dat staat er niet, zo lezen we het wel. Maar het laatste is en sommigen tot herders en leraars... Dat betekent dat herders en leraars, heb je het weer, weliswaar twee zelfstandige naamwoorden zijn, maar het gaat om maar één bediening. Namelijk een herder, namelijk een leraar. Of een leraar, namelijk een herder. In dit vers, ga maar tellen, gaat het om vier, mag ik het zo een keer noemen? Ik gebruik dat woord niet vaak in de gemeente. Gaat het om vier ambten. Vier bedieningen. En als er in de Bijbel twee woorden met en worden samengevoegd, sommige tot herders en leraars, hoeft dat niet altijd te betekenen dat het dan ook om twee verschillende dingen gaat. Het gaat juist heel vaak in de Bijbel om twee woorden ter aanduiding van één en hetzelfde. Waarom staat er in dit vers niet en heeft sommigen gegeven tot apostelen? En sommige tot profeten, en sommige tot evangelisten, en sommige tot herders. En sommige tot leraars. Dat laatste staat er niet. Precies als met die dood en de hel. Er staat niet en sommige tot herders en sommige tot leraars. Nee, en sommige tot herders en leraars. Het is namelijk dezelfde bediening. Een herder, in mijn optiek, moet, moet een leraar eigenlijk zijn, die moet het Woord van God kunnen uitleggen. Wat is de belangrijkste taak van een herder? Om de kudde te brengen naar de grazige weiden en de stille wateren. Voor mij als beeld van het woord van God. Dus voor mij is het heel belangrijk dat een herder het woord van God kan uitleggen. Of een leraar altijd een herder is? Goed. Daar kunnen we over discussiëren. Maar het is één bediening. In mijn optiek is dit één bediening. Nog een voorbeeld, Johannes 3. Vers 5. Ook zo'n bekende. Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar, zeg ik u: zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, lijken twee verschillende dingen. Hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. Het gaat hier niet om twee verschillende dingen. Dat we aan de ene kant water hebben en aan de andere kant geest hebben. Hoewel het twee woorden zijn, dat is het probleem met hoe wij lezen en hoe we gewend zijn om te lezen. Voor mij gaat het hier niet om twee verschillende dingen. Het gaat om één en hetzelfde. Namelijk, mag ik het anders zeggen, water en geest. Geestelijk water. Daar gaat het hier om. Oftewel water, namelijk geest. Het water als type als symbool als voorbeeld van de Heilige Geest. De Geest wordt hier uitgebeeld door het water. Het gaat om één en hetzelfde, broeders en zusters. En in de rest van Johannes 3, u moet het maar lezen voor uzelf waar dit staat, wordt alleen nog maar gesproken over geboren worden uit vlees en geboren worden uit de geest. Het water wordt helemaal niet meer genoemd omdat de realiteit is, de werkelijkheid is, dat het gaat om geboren te worden uit de geest. Namelijk wedergeboorte. En dat water is een symbool daarvan. Het gaat hier ook niet om letterlijk water. Hoe wilt u geboren worden uit letterlijk water? Ja, oké, okay, ik weet wel uit de baarmoeder. Hè, en dan breken de vliezen en het vruchtwater. Maar hier gaat het om een geestelijke bekering. Hoe wil je uit letterlijk water wedergeboren worden? Wel door de geest. Het water is hier een beeld van de geest. Het water wordt dus ook niet meer genoemd. Nou, terug naar Openbaring. Nou, ik hoop ik dat het een beetje duidelijk is. Terug naar Openbaring 20, vers 13. Als er gesproken wordt over de dood en de hel, dan betekent het de dood namelijk de hel. Nu is de zee een plaats. Menno is op de Schelling. Dus die kan gaan wandelen bij de zee. Dat is aan te wijzen, daar kun je in zwemmen, daar kun je ingaan, dat is aan te raken. De zee is een plaats, broeders en zusters. De dood is dat niet. Als je de dood als plaats wil zoeken, waar moet je dan zoeken? De dood is juist een abstract begrip. En de hel, maar ik verklap het u gelijk, maar de vertaling is in de staat vertaling niet juist. Ik weet niet of het ergens goed vertaald is. Er staat het woord Hades in het Grieks. En dat is te vertalen met dodenrijk. Staat dat ergens in de vertaling? Heeft iemand het hier? Ja? De vertaling. Nou, dan is de statenvertaling waar ik zo hoog van opgeef. is hier verkeerd. Het is het dodenrijk. Dus er staat helemaal geen hel. Dat geldt trouwens ook voor vers 14. Daarom wordt de hel niet geworpen in de poel des vuurs. Maar het dodenrijk zal geworpen worden in de poel des vuurs. Maar dat, daar komen we nog op. Maar dat dodenrijk is natuurlijk wel een plaats. Toch? Daar zitten nu alle doden, zeker uit het Oude Testament, die zitten nu in het dodenrijk, gelovig en ongelovig. Maar ook de ongelovigen die in onze bedeling overleden zijn, die zitten allemaal in het dodenrijk. Dat is een plaats. En de aarde is natuurlijk ook een plaats. De aarde, daar, daar wandelen we op, daar leven we in, dat is, dat is een plek. En de hades is een plaats, dodenrijk, onder de aarde voor de symboliek. Alleen in de Statenvertaling hebben ze het dus met hel vertaald. Wat ik wil doen, uh, de rest van deze ochtend... Uh, is een stilstaan bij de betekenis van woorden als hel... dodenrijk, onderwereld, dood... en ook volgende week dus nog een stukje. Uh, en, en dan wordt het echt wel een leerpreek... Um, voor het geval dat dat nog niet was, natuurlijk. Maar ik wil het er toch met jullie over hebben. In de eerste plaats omdat het natuurlijk in de Bijbel staat. Um, ik weet niet hoor, misschien zijn er hier die denken: ja, ik zit hier helemaal niet op te wachten. Op zo'n leerpreek over de dood en de hel en het dodenrijk en, en noem het allemaal maar op. Ik, ik zit hier te wachten op een, op een fijne praktische preek. Waar ik, de, waar ik morgen en overmorgen wat aan heb. Maar ik wil u er toch mee naartoe nemen, omdat het belangrijk is voor een goed begrip van Bijbelse zaken. En dus ook van dingen die in de toekomst staan te gebeuren, broeders en zusters. Dit is onderdeel van een profetie. En de Heere God vond het zo belangrijk om dat op te schrijven in zijn woord. En we mogen heel de raad gods verkondigen, maar het er ook over te hebben met elkaar. Dus dat wil ik vanmorgen en uh, ook volgende week met jullie doen. Nog een keer vers 13. En de zee gaf de doden die in haar waren. En de, hel, en de dood en de hel gaven de doden die in haar waren. En ze werden geoordeeld en iegelijk naar hun werken. Nogmaals, het wordt een studie. Een beetje een studie. Nou, wat een voorrecht als je vanavond op de Bijbelstudie bent. Krijg je op één dag twee studies. Hè? Nou, dat, uh, dat is toch wel fijn hè? Ik eet drie keer op een dag. Dus een beetje geestelijk voedsel, een keer twee keer op een dag. Dat moet toch uh, kunnen. Maar wij komen toch samen. Broeders en zusters, rondom de Bijbel vanmorgen. Rondom het woord van God. We zijn hier toch om daarmee bezig te zijn, op wat voor een manier dan ook. En we gaan het er even over hebben, over, over, over die woorden, omdat het gaat over zaken waar wij vaak niets of heel weinig van weten. En het wordt zelden, denk ik. Genoemd of nauwelijks genoemd in samenkomsten. Het wordt heel weinig gehoord onder gelovigen, dat, dat denk ik eigenlijk wel, dit onderwerp. Maar het is ontzettend belangrijk om het een keer te horen. We doen het ook niet heel lang, vanmorgen een stukje en, en volgende week. Maar wij willen de Bijbel zo goed mogelijk begrijpen. En dan zijn deze dingen belangrijk om te weten en eens te horen. Het is misschien een beetje ingewikkeld waar je moet beginnen en waar je moet eindigen, maar we gaan gewoon beginnen. De Staten-vertaling. Ik heb ook een King James-vertaling. King James-vertaling kun je eigenlijk vergelijken met hè, dat is de Engelse vertaling, met de Statenvertaling in Nederland. Die geven beide een onjuiste vertaling van de grondwoorden. Ja, het wordt de studie. Sheol. Hebreeuws. Hades. Is Grieks en Gehenna. Ik weet niet of het helemaal onbekend is, die termen. Deze woorden in de grondtekst worden in de King James-vertaling en de Statenvertaling allemaal vertaald, vaak met hel. Terwijl er een verschil in betekenis is. Het woord hel in het Oude Testament van de King James-vertaling slaat daar altijd op het Hebreeuwse grondwoord Sheol. Ik heb gelukkig een studiebijbel. Een Hebreeuwse en een uh, Griekse studiebijbel met de vertalingen. Dus daar kon ik het allemaal in opzoeken, maar u kunt ook internet op. Hè? Ongetwijfeld, als u wat betekent hel, krijg je allerlei artikelen, denk ik ook op internet. Maar goed, uh, nu krijgt u het vanmorgen uh, te horen. Dus hel staat in de King James verklaring, vaak het Hebreeuwse grondwoord, Sheol. Maar Sheol is niet de plaats van eeuwige bestraffing, zoals de hel dat is. Sheol, het Hebreeuwse Sheol, betekent dodenrijk of ook wel graf. In het Nieuwe Testament is het equivalent voor Sheol Hades, wat ook dodenrijk betekent. Zeg het nog één keer: de ware hel, waar de eeuwige straf zal plaatsvinden. Waar de mensen, de ongelovigen, naartoe gestuurd worden als ze geoordeeld worden voor de grote witte troon van God. Die hel wordt in het Oude Testament nog niet geopenbaard. Ondanks dat het in vertalingen dat er hel staat, gaat het om het Dodenrijk. De hel bestond nog niet in het Oude Testament. En ik geloof dat die ook vandaag nog niet bestaat. Ik heb volgens mij een paar maanden geleden gezegd. Waarom moet er iets geschapen zijn al duizenden jaren geleden, terwijl er niemand in komt? Als die hel er vandaag is, is die leeg. Mensen worden pas straks voor de grote witte troon geoordeeld, eventueel tot het gaan naar de hel. En al die mensen die daarop wachten, zitten nu in het dodenrijk. Die zitten niet in de hel. De hel is de gehenna. Ook nog betaald met de poel des vuurs. En die kwamen we tegen in vers 14. Maar die komen we tegen openbaring 19, vers 20, 20, vers 10, 20, vers 15, 21, vers 8. Daar staat allemaal Gehenna, de hel. De hel, mijn optiek, zal pas bestaan. wanneer de verdoemden. na het uiteindelijke oordeel voor de grote witte troon van God. naar die poel verwezen zullen worden. Dan is die hel daar. Dan is die poel des vuurs daar. Nogmaals, als de hel er vandaag wel al zou zijn, dan zou die leeg zijn. Maar sinds de zondeval bestaat er wel de Sheol. Oftewel het Griekse Hades. Namelijk het Dodenrijk. Toen Adam stierf, toen Eva stierf, gingen ze niet naar de hemel. Gingen ze niet naar de hel, gingen ze naar Sheol gingen ze naar het dodenrijk. Waar tot op vandaag dus de doden verblijven, in afwachting van de opstanding der doden, van alle doden. De een ten leven, die gaat de eeuwige schepping in, de nieuwe schepping in, de ander ter verdoemenis, die gaan de hel in, de poel des vuurs, namelijk ten oordeel. Dus Sheol, dan wel Hades, is het graf of het dodenrijk. Je hoeft het niet op te zoeken. Ik zeg het even. In bijvoorbeeld Hosea 13, vers 14 staat Sheol. Maar in de Statenvertaling is het vertaald met hel. Maar het moet dodenrijk dan wel graf zijn. Begrijpt u inmiddels dat je allerlei misverstanden krijgt. als je niet weet wat er werkelijk staat? Of er hel staat of dodenrijk maakt een wezenlijk verschil. Dan krijg je krijgt een hele andere uitleg. soms van schriftgedeelte of van zinnen of van passages. Dus het is ontzettend belangrijk om te weten wat staat er werkelijk vooral in de grondtekst. En wat betreft de hel, dan wil de poel des vuurs, wat de plaats is van de eeuwige pijnigingen. Dat is niet hades, dat is niet seol, maar dat is Gehenna. Dat is dus in de grondtekst echt een ander woord. In Markers 9 vers 3 is het wel mooi dat je op internet weer terug kan luisteren. Als het is allemaal wat duizelt en allemaal, je onthoudt het toch allemaal niet. Je kan alles terugluisteren. In Marcus 9, vers 43, 45 en 47 staat voor hel in de grondtekst de gehenna. En is dus daar correct vertaald. En de hel is hier terecht in Marcus de eeuwige straf. Het onuitblusbare, het onuitblusselijke vuur wordt het ook wel genoemd. En daar zal men dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. Even los of dat letterlijk is of dat het overdrachtelijk bedoeld wordt. Want je kan ook uh, gepeinigd worden zonder dat je daar fysiek iets van merkt. Maar leven in eeuwige duisternis, eeuwige God verlatenheid, zodat een peiniging zijn. Misschien nog wel erger als je fysiek geslagen wordt. Hè? Mijn God, mijn God, waarom hebt je mij verlaten? Afschuwelijk. Eeuwig zonder de nabijheid en de van de Here God. Dus dat zou die dag en nacht gepeinigd worden in eeuwigheid ook heel goed kunnen betekenen. Dus in openbaring 20 vers 10 en in openbaring 20 vers 15 vinden we hetzelfde. En wat betreft de Sheol en de Hades, namelijk het dodenrijk, dan wel het graf, daar zal eens een einde aankomen. Want de zee zal haar doden eens geven... En de dood en de dodenrijk zullen haar doden ook eens geven. Dus dan zijn ze leeg. En dan hebben ze hun functie vervuld en het zal met de oude schepping weggenomen worden. In de toekomst zal er geen zee meer zijn. En er zal er geen dood meer zijn, en zal er ook geen dodenrijk meer zijn. Die zullen er niet meer zijn. Ook bijzonder als je erover nadenkt. Maar er zal geen einde komen aan de hel. Die is eeuwig, dat, dat, dat is ook wat. Hè? Wil ik toch even met u verder gaan naar Openbaring 20 vers 14. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. Nou, u heeft al gehoord, er staat een onjuistheid in dit 14e vers. Niet de hel, maar het dodenrijk. Zal geworpen worden in de poel des vuurs. Kijk, nou snap je het? Als je echt blijft bij de betekenis van hel, dan kom je in de problemen met die poel des vuurs. Wat is dan de poel des vuurs als zelfs de hel daarin geworpen wordt? Dus je moet wel een beetje weten wat er werkelijk staat. En er staat dodenrijk en de dood en de doodrijk. Het wordt geworpen in de hel. Weet je wat zo bijzonder is aan dit vers? Dat is dat de dood en de hades, namelijk het dodenrijk, als een persoon gezien worden. Begrijpt u wat ik bedoel? Ze worden gepersonifieerd, net als bijvoorbeeld in openbaring 6, vers 8. Want hoe kun je het dodenrijk in de hel gooien? Pak je dat dodenrijk als een pakketje op en je werpt dat in, in de hel? Dat kan toch niet? Je kan wel een persoon in de hel gooien, en dat gaat in de toekomst gebeuren. Hoe vreselijk en afschuwelijk? Ik zeg dat heel makkelijk, maar het is afschuwelijk, het is vreselijk. Dus die dood en dat dodenrijk die in die hel gegooid worden, worden als een persoon gezien. Ik wil ook om het duidelijk te maken met u gaan naar Jesaja 25 vers 8. Jesaja 25 vers 8. Even de eerste paar woorden. Hetzelfde beeld. Hij zal de dood verslinden tot overwinning. Vraag: hoe kun je de dood verslinden? De dood opeten? De dood is zo groot. Dat kan toch niet? Hoe kun je dodenrijk opeten? De dood heeft geen vlees hoor. De dood heeft geen spieren hoor. De dood heeft geen huid. Het is dus blijkbaar beeldspraak. Dit is symboliek. De Heere der Heerscharen, dus de Heer Jezus Christus, zal de dood verslinden en dus ook het Dodenrijk. Hij zal de dood en daarmee het Dodenrijk overwinnen. Dat heeft hij juridisch natuurlijk al gedaan. In de praktijk zal het in de toekomst ook gebeuren. Maar het is feitelijk al gebeurd in zijn opstanding. Toen heeft hij die dood en het doodrijk overwonnen. Maar hij zal niet de hel verslinden. Hij zal niet de hel vernietigen. De tweede dood, de hel, de poel des vuurs, zal altijd blijven bestaan. De tweede dood is een toestand. En de poel des vuurs, evenals Hades, als het dodenrijk, is een plaats. De levenden zullen nooit meer sterven. En dus niet meer naar het graf, dan wel naar het dodenrijk gaan. Als de dood daar niet meer is, gaat er niemand dood. Dan gaat er toch ook niemand meer het dodenrijk in. En dit geldt onder andere voor alle gelovigen. Uitgezonderd wij. Uitgezonderd de gemeente in de bedeling van de genade. Als er vandaag gelovigen ontslapen, gaan ze niet de dodenrijk in, maar zijn ze in de hemel. Bij de Heer Jezus Christus. Daarom zegt Paulus ook, vertroost elkander dan ook met deze woorden. Hè? Ook het feit natuurlijk dat we straks zijn stem zullen horen. Dus de levenden zullen nooit meer sterven. Alhoewel sterven een, een, een relatief begrip is, geen absoluut begrip is. Terwijl de verdoemden, de veroordeelden, na het laatste oordeel in openbaring 20... ...verwezen worden dus naar de hel, dan wel de poel des vuurs. Concluderend, Hades en Gehenna zijn in de Bijbel twee verschillende woorden in de grondtekst... Die ook verschillende betekenissen hebben. En dus verschillend ook in de statenvertaling vertaald hadden moeten worden. En dat doet de statenvertaling heel vaak niet. En dat is dan jammer van de statenvertaling. Hades is het graf. Hades is het dodenrijk. De gehenna is de plaats van eeuwige bestraffing. Dus de statenvertaling heeft een onjuistheid in de vertaling. En daarom wil ik het er onder andere met u over hebben. En heb ik het er met u over gehad. Anders snap je niet wat er bedoeld wordt. Nog één dingetje en dan sluit ik af. Ik hou het wat korter. Er wordt gezegd over de Heer Jezus dat hij in het dodenrijk was. Niet in de hel. Hij zegt zelfs, ik had er een gesprek even over met Athiër. Hij zegt tegen die moordenaar: Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat moet je in de context lezen. Dat paradijs is niet in de hemel. Er is ook een plek in het dodenrijk, wat blijkbaar het paradijs heet. Want nadat de heer Jezus dat tegen de moordenaar aan het kruis had gezegd: hè, Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Toen de heer Jezus stierf, ging hij niet naar de hemel. Integendeel, toen hij opstond, mocht men hem eerst helemaal niet aanraken, want hij moest nog naar de hemel gaan om verheerlijk te worden. Maar toen de heer Jezus stierf, ging hij niet naar de hel, hij ging naar het dodenrijk. En hij ging naar die plek waar die moordenaar ook zou zijn, namelijk het paradijs. De plek in het dodenrijk waar de gelovigen zitten. Nou, denk aan de bekende, ja, men vraagt zich af, is dat een gelijkenis of is het echt? Denk aan de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Arme Lazarus zat in de schoot van Abraham. Dat is de plek waar de gelovigen van het Oude Testament in het Dodenrijk zitten. En er was een onoverbrugbare kloof waar die rijke man zat. Een andere plek in datzelfde Dodenrijk waar de ongelovigen zitten. En de heer Jezus ging naar het Dodenrijk. En dus niet naar de hel. Nogmaals, ik geloof dat ook toen de hel er nog niet eens was. Net zo min als dat ik denk dat die er vandaag niet is. De hel is er straks in de toekomst. Als ik dus zeg dat de Heer Jezus in het dodenrijk was en niet in de hel, dan toon ik eigenlijk daarmee ten dele al aan dat de hel er dus niet was. Maar ten dele hoor. En omdat de hel er dus toen niet was, kon de heiland ook niet in de hel geweest zijn. En dat klopt. Hij ging het dodenrijk in. Als we vragen naar de plaats, dan heet het niet de dood... Want dat is geen plaats, maar Hades, oftewel het dodenrijk. Oftewel, onderwereld. Onderwereld. Voor de symboliek beneden. Onder de grond. Uh, ik noem een Bijbelgedeelte. Mag u voor uzelf thuis lezen, want daar ga ik de volgende keer mee beginnen. Dat is nummer 16, vers 30 tot en met 33. Het is een heel bekend verhaal. En er staat dat ze voeren ter helle. Maar we komen daar een volgende keer, de volgende week zondag, op terug, zo de Heer wil. Beetje serieus hè? Vanmorgen. Allemaal zulke serieuze gezichten. Het is belangrijk. Het is echt belangrijk. Het staat in de Bijbel. We mogen het bespreken. En we zijn hier bij elkaar rondom de Bijbel. Hoe dan ook? Prijs de Heer. Amen.